Good morning. Today we are in Ojców. I am with Kim. Hi. So you know the story about this place? The gate to Kraków. The gate to Kraków. Very cool. Wow. Parked the car. Peaceful. Klopt. Oh! Maar dat is... In Nederland zijn die beschermd. En als je die droogt, dan kan je daar een vuur mee aan maken. Really? Ja. That's interesting. I did not know that. Very calming. Also, we picked this up and we will throw it away. Oh, small one. What Kim found. Weet je de Engelse bij onze naam ook? Oh, we don't know the English word. What's the Polish word for that flower? In Dutch it's... Pinksterbloem. Pinksterbloem. I always call it the Pinksterbloem. No idea if it's the official name. Hopefully we will see that one. But we love all the birds. Let's see. Which way? This way? Ook van dat geluid van stromend water. Ja, dat is true. Wauw. Duitsland gezien? Meerdere. Wow. Yeah, impressive what nature can do. Nipple. Oh yeah.
Wauw. Nee, dan ben je al klaar eigenlijk voordat je begint. Nee, dan ben je zelf ook niet aan het genieten. Dat is niks. Wow. Wauw. What is this about? Oh, dat is een andere taal. Ja. Hoe? Oh. Oh, weer een nieuw woord geleerd. Nee. Kim knows all the food. In Polish. Bye. Moet je al vaker meenemen, Kim? Oh, het is meer omhoog, jongens. Big training. We're high. High, high, high. No, please, can we go in? Oh. Stickers, die krijg je echt als ze niet meer van die dingen af en dran. Oh. Die zitten zo lang op en zo. Zo is. My favorite. And Kim. It's something with seram, ananasam, koolzak. Smacznego. Smacznego. Traffic in Kraków. Normally it's 7 minutes to the school and now it's half an hour. Maybe. We don't know because we cannot go.
Oh, I missed you. Oops. Wacht. Ja, daar is Amalia. Hallo. Hallo.